Dit is Salland Sport. Bal naar Edvardsen aan de linkerkant van het veld. Gaat hij dan zelf schieten? Ja, hij wacht en wacht en wacht en schiet! En zit die bal naast het doel van Schendelaar. Eerste gevaarlijke moment eigenlijk in de wedstrijd. En we roteren de zesde minuut. Druijf heeft een moeilijke aanname. Daardoor lijkt de bal weg. Namli neemt over. Namli schiet! En die bal gaat net naast de lange doop naar de rechter onderhoek. Waar voor hem rechter onderhoek. Waar die bal misschien in zou gaan verdwijnen. Uiteindelijk gaat de bal naast het doel. Aardige poging moet gezegd worden daar van Younes Namli, de 29-jarige Deen. Voorzet, ja. Wordt half geraakt van Polen in het zijnet. Aardige aanval van Zwolle door de as van het veld. Uiteindelijk opgezet daar door Buurmeester. Zico Buurmeester, de huurling van AZ. De buitenkant links kwam en dan uiteindelijk de voorzet van T. In het centrum gemist en de meer opgekomen rechtsachter van Polen was degene die het doel onder schot nam. Alleen de bal eindigt uiteindelijk in het zijnet naast De Lange. Waardoor die mogelijkheid bij Zwolle verloren gaat. Nee, maar weer een waarschuwing van de kant van Zwolle. Terwijl er nu tussen Druijven en Mova een opstootje komt. Nou, dan gaat scheidsrechter Diepering waarschijnlijk allebei een gele kaart geven. Niemand geen bal in de buurt. Lopen dan tegen elkaar aan. Ja, dan krijg je allebei geel. Let maar op. Ja, zie, dat dacht ik al wel. Ja, hoe dom kun je dan toch eigenlijk zijn om zo een gele kaart op te gaan lopen. Maar goed, dat zal dan wel bij de emoties horen. Laten we het daar maar ophouden. Van Polen naar Buurmeester naar Druijven. Dan gaat Zwolle er snel uitkomen. Via Rijn, linkerkant gaat McNulty weer vrij. Dan moet Del ingrijpen. Dat doet hij ook. En McNulty speelt de bal eigenlijk te ver voor zich uit. Maar je houdt dat toch elke keer even je hart vast. Want dat gaat dan heel snel over bepaalde schijven. En nu schiet dan ook Rommers nog tegen een tegenstander aan. Nou, dat geeft even aan dat Gouet niet in die wedstrijd zit, hoor. We hebben nu Gouet in balbezit op de helft van Zwolle. Is het Willemsson die één man passeert, die twee man passeert. Gaat hij dan schieten? De IJslander gaat schieten en scoren! Oh, wat een actie! Wat een actie van die Willemsson die daar twee man passeert alsof ze er niet staan. Hij parkeert ze, kruipt naar binnen richting de 16 meter en met links haalt hij uit. Het oogde niet verwoestend, maar hij daalt wel in het netje. Prachtige actie van die IJslander met zijn ijzersterke lichaam. Schermde hij het goed af en maakt zijn prachtige doelpunt met een gebaar op het logo van Go Ahead richting het uitvak, wat natuurlijk ontploft. Go Ahead Eagles staat voor in de IJsselderby, 4 minuutjes voor de T. Door een prachtige treffer en een heerlijke solo van Willem Willemsson. Maar Diepering heeft het wel gezien. Hij geeft de hand omhoog en daarmee zou het van buitenspel zijn geweest. Is er minutieus gekeken naar de dieptepaas van Amova richting Breum. Breum kopte hem door naar Willemsson. En ja, waar dat dan precies buitenspel zou zijn geweest, ik heb geen flauw idee. Maar het doelpunt gaat niet door. Het staat 0-0. Daar gaat hij op afgerekend worden. En dat is de tweede ongelukkige actie van Amova. Amova die 2 minuten na de T door wilde zetten naar een fout op middenveld. Waardoor hij de bal overnam. Uitkomt dan uiteindelijk bij Thomas Lam. En dan iets te ver doorgaat. Gele kaart oplevert van Rob Diepering. Een tweede gele voor Amova. Naar die hele domme in de eerste helft. En dit was ook eigenlijk een stootje. Dit was eigenlijk ook dom. Want hij speelt de bal zelf voor hem uit. Dan gaat dan het duel aan. Ja, en Diepering, dat weet je. Die is er dan als de kippen bij om daar een gele kaart voor te geven. En dat zal waarschijnlijk ook wel terecht zijn. Ze haken met de voet in elkaar. Ik had in dit geval, als ik Amova was, had ik mijn been niet doorgehaald. Ik had gewoon gewacht. Want op het middenveld, ja, hoe dom kun je dan zijn? En dat betekent dat Go Ahead een hele helft nog met een man minder moet gaan spelen. En het was al niet al te best voor Go Ahead, kan ik nog wel zo zeggen. We kwamen er al niet zo makkelijk uit. Nou, dat zal er nu nog minder worden. Oh, daar komt de kans. En daar komt het doelpunt van Eliano Reinders. Die de bal van Druijf, die hij binnendoor speelde, keurig oppikte. En de geboren Zollenaar schuift de 1-0 onder de lange door. Veel te snel dan die 1-0 voor de team van Go Ahead Eagles. Wat een dreun voor de Deventer ploeg. Die voor de T op voorsprong leek te komen door dat geweldige doelpunt van Willemsson. Afgekeurd. Nu 2 minuutjes na de T. Die rode kaart van Amova. En veel te snel daar volgt dan de treffer op van Zwolle.
20 meter vanaf de goal aan de buitenkant zoekende en vindende met een voorzet. Wordt uiteindelijk weggekopt door Kuipers. Op de rand van de 16 weer overgenomen door Namli. Die het duel te makkelijk daar wint van Willemson. Nee, de bal wordt gekraakt en komt in de handen van De Lange. Alleen dat helaas voor hem achter de doellijn, zodat het een hoekschop is voor de ploeg uit Zwolle. Kuipers handig, Rommens in spelen. Goede combinatie nu aan de linkerkant van het veld. Metertje of 30 vanaf het doel. Gaat zo naar binnen dribbelen. Is wat ruimte misschien bij Lintos die doorloopt. Meeste ruimte bij Nauwe. Achterin rondspelen bij Kramer. Halverwege de helft van Zwolle hoor. Kramer speelt hard in. Willemson heeft daar Van Polen in zijn rug. Die houdt zijn shirtje vast. Willemson weet daar van los te komen. Dieperink staat er bovenop. Laat het doorgaan omdat het balvoordeel is. Kramer vanaf links. Nu met een vroege voorzet. Achterin misschien Edwardson. Ja, die kruipt voor zijn man. Neemt hem half aan. Dan is daar net Reinders tussen die bal naar voren kan trappen. Lintos kopt terug naar Rommens. Die het kopduelverlies van Polen. Overname van Lintos. Die schept hem achter de defensie bij Kuipers. Komt naast het strafgebied uit. Kuipers met een voorzet. Edwardson komt er binnen! Die Dekselse zweet kruipt voor zijn man bij de eerste paal en knikt hem binnen. Kansloos blijft die doelman achter. Wat een prachtige aanval van Go Ahead Eagles die met 10 man op gelijke hoogte komt door Olly Edwardson. Doelpunt Go Ahead Eagles. 1-1 in de IJsselderby halverwege de tweede helft. Go Ahead Eagles, terwijl we nu weer via Van den Berg de bal erin pompt. Dan gaat er aan maar half gebakken, maar komt wel met druif uit de draaien. En nu schiet de bal in de handen van De Lange. Het leek allemaal gevaarlijker dan het in werkelijkheid was. Het was een slap schotje van de spits druif vanuit de draai. Dat deed hij wel goed. Het is afgelopen. Zwolle heeft het niet voor elkaar gekregen om van 10 Goedigo-spelers te winnen. En chapeau, chapeau, chapeau. Wat heeft die ploeg uit Deventer geknokt? Kwam met 1-0 achter in de wedstrijd. Na twee keer rood van Amova. Direct daarna viel eigenlijk al ongelukkig het doelpunt. Wel een goede treffer van Reinders die goed anticipeert. Door besteekpaas, daarmee De Lange kansloos liet in de 52e minuut. En heel lang heeft Zwolle dat overwicht gehad. Maar echt uitgespeelde kansen kreeg het niet. Go Ahead vanuit de omschakeling hier en daar gevaarlijk geweest. En uiteindelijk toegeslagen in minuut 71. De kleine manneke Olly Edwardson. Na een fantastische paas van Lintos over de defensie heen. Aan de linkerkant opgepikt door Kuipers. Die joeg die bal op maat voor Edwardson. En hij knikte de 1-0 binnen bij de eerste paal. En daarmee eindigen we deze eerste IJsselderby in dit voetbalseizoen. Go Ahead Eagles en Zwolle blijven op 1-1 steken. En dat is voor Go Ahead een goed resultaat gezien de omstandigheden. Zalland Sport, nabeschouwing. Dennis van der Ree, jouw debuut eventjes aan het hoofd bij Go Ahead. Al had je dat natuurlijk liever anders gehad, hè? Ja, ik had het heel graag anders gehad. Ik voel het ook niet als mijn debuut als hoofdtrainer of zo. René is de hoofdtrainer en door vervelende omstandigheden is hij hier niet. Maar, okay. Gaan we het verder niet over hebben. Nee, de afspraken van tevoren waren duidelijk gemaakt, neem ik aan. Over de wedstrijd en hoe het op te pakken. Ja, we trainen natuurlijk de hele week met elkaar. Zijn we bezig om het team zo optimaal mogelijk aan de start te krijgen. En vanmorgen heeft René nog de bespreking gedaan. De jongens wisten precies wat ze moesten doen. Toch vond ik het eerste kwartier de jongens, jouw jongens zeg maar, jullie jongens, het lastig hebben in de wedstrijd. Hoe kwam dat? Toch spanning? Ja, dat is moeilijk altijd precies de vinger op te leggen, maar het kan spanning zijn. De tempo waar de tegenstander mee druk zet, die hebben natuurlijk ook een plan. Ja. En we kwamen niet zo goed in wat we wilden, zeg maar. In het begin van de ballen niet van jullie? Nee, een beetje twijfelend daardoor ontstond een beetje een team. Maar ik vond wel wat je zegt, na een kwartier begonnen we wel steeds beter te doen. En toen kwamen we wat weer in de wedstrijd. Tot we ook nog een goal maakten, die, wat ik begreep, net bij het spel was. Wat een magnifieke goal. Ja, het was een geweldige goal. Dus echt, ik vond het echt heel jammer dat hij werd afgekeurd. Eén vanwege de goal, anderzijds hadden we natuurlijk 1-0 voor gestaan. Maar we kwamen er beter in en toen hebben we in de rust een aantal puntjes ingezet. Welke puntjes zijn dat dan? Nou, hoe kunnen we de mensen die we graag aan de bal willen krijgen, ook aan de bal krijgen? Wat ons plan aan de voorkant al was, alleen daar hadden we in het begin wat moeite mee. Ja, ja, ja. En dus hebben we aangegeven aan de hand van ja, als je ietsje meer naar links of naar rechts wil stappen, dan kan je wel daar vrijkomen. Maar ik merkte wel dat ze dat met veel energie de tweede helft, of in ieder geval de kleedkamer uitstapten en de tweede helft wilden beginnen. Iets te veel vuur misschien bij Amova? Ja. Hij zat heel schuldbewust in de kleedkamer na de wedstrijd. Dat was niet de handige handig. Niet handig, nee, zeker niet. Nee, hij snapt dat zelf natuurlijk ook wel. Daar hoeven we het niet echt over te hebben. Nee, ik heb het nog niet met hem besproken, maar ik zei, hij zat al zelfbewust in de kleedkamer. Dus we zullen van de week nog wel met hem bespreken. Maar wat een heerlijke knokploeg in positieve vorm heb je dan, zeg. Oh, verdorie. Want vlak daarna valt hij treffen en dan ben je het heel even kwijt. Maar hoe je het dan herpakken?
Ja, nee, want op het moment dat zo'n rode kaart valt, ben je eerst bezig van hoe gaan we er nu voor zorgen dat we geen goals en kansen tegen krijgen. Hoe ga je dat neerzetten? Ja, dan valt snel zo'n goal, maar ja, dan moet je ook gaan denken van ja, we hebben het nu al aardig neergezet. We krijgen wel een goal tegen, maar het staat redelijk, maar we moeten nu ook gaan scoren. Dus vandaar de wissel ook van Silla, dat we wat meer snelheid... Wat een wapen is dat dan, hè? Je kunt het spel heel anders neerzetten met Silla zo. Ja, maar ook de jongens aan de buitenkant, Bas en Oliver aan de rechterkant, die hebben natuurlijk heel veel meters afgelegd, dus dat deden ze prima. En dan heeft Lintos iets magnifieks in huis. Met dat lokje eroverheen. Ja, dat was een mooi balletje, ja. Maar de jongens hebben kwaliteit. Ja, daar kan je echt van genieten, ja. Ja, nee, dat zijn mooie ballen. Je ziet het vaak op trainingen terug, en het is mooi als je dat in de wedstrijd terug ziet. Nou, Kuip is de bal op maat en weer is die Dekselse Edwardsen weer voor zijn man, hè? Ja, dat is een kwaliteit voor hem, hè. Hij had volgens mij dat vlak voor al en daarna nog een keer dezelfde momenten. En ja, hij is een goede speler. Is dat dan een verdienpunt? Ik had het niet verdiend gevonden als we hadden verloren. Dus ik vind dat punt, als je de hele wedstrijd terugkijkt, verdiend. En als je de kansen terug gaat kijken, dan hadden we met een gelukje had je misschien zelf nog naar je toe kunnen trekken. Ja, alleen, zij hebben ook kansen gehad. Dus ik kan wel leven met een punt. Waar ben je het meest blij mee na deze wedstrijd? Ik vind het moeilijk om over blij te praten. Tevreden? Ik had liever gehad dat René hier had gestaan. Ja, dat snap ik. Ja. Maar als je het hebt over waar ben je blij om. Ik ben blij dat ik echt een team heb gezien in het veld, maar ook buiten het veld. Wat met elkaar bezig is om resultaten te halen, met elkaar te knokken. Dat kunnen zij en trots op zijn. Er zijn wel staf trots op. En ik weet zeker als René die wedstrijd terugziet dat hij er ook heel trots op is. Zullen we René nog even hard onder de riem steken? Sterkte René. Ja, dat heeft hij wel nodig. Dat kan hij wel gebruiken. Even Lindorst, gelijkspel in Zwolle. Wat is jouw oordeel daarover? Ja, achteraf blij mee. Ja. Zeker blij mee. Voelde een beetje als overwinning, natuurlijk niet echt, maar ik heb wel het gevoel dat we het maximaal hebben uitgehaald. En dat hebben we, of dat gevoel hebben we allemaal. Dus sta je toch wel met een prima gevoel. Jullie begonnen een beetje lastig aan de wedstrijd, dus toch wat spanning? Ja, het is lastig te zeggen waar het aan ligt. Het komt een beetje natuurlijk doordat je hier uitspeelt en ze hebben publiek erachter. En natuurlijk, ze beginnen opportunistisch en natuurlijk, ze krijgen kansen. En dus vaak de eerste kwartier, 20 minuten, daar moet je doorheen. En ik denk daarna pakten we het goed op, hadden we zelf controle, scoren die goal nog. Ik denk na dit kwartier, 20 minuten, dat we gewoon weer in de wedstrijd zaten. Ja. Ja, maar toch had Zwolle de beste en de meeste mogelijkheden in de eerste helft. Ja, dat klopt. Ik denk dat ze wel de beste mogelijkheden, de meeste dreiging. Het stond misschien niet helemaal goed. Gaven te veel ruimte weg in het middenveld. Of soms onhandig dat het net onder de voet doorschoot. Ja, een beetje ongelukkig oogde het. Ook van die momentjes. Ja. En vooral hun buitenspelers kwamen de binnenkant. Soms was het voor Filip en ik lastig om die grote ruimte te bespelen. Ik denk dat je goed gezien hebt, ja. En daardoor hadden we de eerste 20 minuten gewoon lastig. En zoals de eerste helft, of tot die goal van ons, weinig grip. Toch wel een paar kansen gehad als we eruit kwamen. Maar tweede helft, dan pak je rood. Ik wil even naar die goal, want jij bent stille getuige op dat middenveld als die IJslander weer aan de wandel gaat, hè? Ja, dat is een fantastische voetballer. Het is toch? Ja. Zo krankzinnig wat hij doet. Ja, hij is zo goed, zo sterk, zo vast aan de bal. Ja, het is echt teleurstellend dat hij wat afgekeurd. Hij schudt het gewoon van zich af alsof het bijen op zijn rug waren. Ja, precies zo. Zo lijkt het, ja. Ja, ongelooflijk. Het ook zo makkelijk, man. Ja, wat een goal. Maar ja, dan kwamen we meteen bij elkaar en zeggen, ja, het is gebeurd. Gedane zaken die nemen geen keer, dus meteen vergeten en door. Dat deden jullie op zich goed, want ik dacht dat leg een vette domper dan is. Dat doet wel iets met je. Dat doet wel iets met je, maar ja, dan kan je maar één ding doen en is accepteren. Dus dat hebben we gedaan. En de tweede helft was het vooral vechten, denk ik. Ja, maar al snel loopt een rode kaart aan. Hoe spreek je dan Jamal Amova aan in de kleedkamer na de wedstrijd? Zelfs natuurlijk een beetje teleurgesteld en ongelukkig. Ook de eerste gele kaart, vooral denk ik, geeft de scheidsjaar een gele kaart, allebei. Dat is al ongelukkig. Ik denk dat hij dat niet hoeft te doen. Ik denk dat hij ook bij de tweede gele kaart misschien wel eerst zelf aan zijn shirt wordt getrokken. Daar kan je ook iets van zeggen. Ja, maar deed hij niet slim uiteindelijk, hè? Nee, maar dat weet hij ook. Dat weet hij ook. En ja, uiteindelijk is het jammer, maar ook dat moet je wel accepteren. En dan moet je ook weer met z'n allen bij elkaar komen, van tactiek gaan veranderen. Met 5 achterop spelen en dan zie je, dan wordt het tegenhouden, dan wordt het de ruimtes heel klein houden.
Maar had je dan het gevoel van dit is geen oude aan? Had je dat gevoel? Toch niet echt, nee. Nee. Ik had niet het gevoel van dat ze heel gevaarlijk werden. En ik had soms zelfs het gevoel dat wij ook echt konden scoren. En dat gebeurde. Zat veel meer in, hè? En zelfs daarna nog, ja. En je ziet ook een paar keer als ze eruit komen dat we gewoon nog met een paar man eruit komen. Dat we het gevoel van dat we misschien nog zelfs met 10 man kunnen winnen. Dus, Ik wil nog wel even naar die goal doen, want ik heb gezien wie de architect was van dat doelpunt, hè, Evert? Ja, was... Komt nou de bescheiden even naar voren, of ga je... Ik weet niet waar je... Die bal die jij naar Kuipers heeft, je ziet het in de fractie, dat is toch geniaal? Ja, dat was een lekker balletje. Ik vind het geniaal. Ja, dankjewel. Ja. Een lekker balletje, kom op. Was een, ja, maar precies... Je krijgt geen assist op je naam, maar wel extra fijn. Nee, dat klopt. Het is fijn, goed gevoel. En daarna heb ik een geweldige voorzet ook. En Olly, ja, dat is ook een alleskunde. Ongelooflijk. Ik zal niet geloven. En weer voor zijn man. Ja, ongelooflijk. Zo goed, zo belangrijk. Dus turner noem ik hem altijd. Hoe noem je hem? Een turner. Een turner. Omdat je gewoon een tussenvriend. Ja, precies. Ongelooflijk. Maar je kunt er echt van genieten, hè? Ja. Echt, sommige spelers, echt veel kwaliteit in het team, ja. Je hebt je draai nu ook echt gevonden. Je bent nu gewoon vaste waarde. Ze kunnen gewoon niet meer om je heen. Ja, dat wil ik niet zeggen. Daar komt de bescheiden even weer aan. Kom op, man. Nee, je bent toch langzaam in vorm nu, of niet dan? Jawel, het gaat goed, denk ik. Inderdaad, het gaat goed. Nu 3 wedstrijden, ja, ongeslagen dan. 2 hele goede wedstrijden gespeeld thuis. Met team. En ik denk, als je vandaag kijkt met die rode kaart, dat we eigenlijk ook gewoon heel goed hebben gedaan. Maximaal eruit hebben gehaald. Dus, goed gewerkt, de linies goed gesloten houden. Precies. En speelde een beetje dom misschien wel met 3 spitsen. Dat was... Is allemaal zo voorspelbaar. Precies, maar vooral ook wat jij zegt, je had toch niet echt het gevoel dat ze heel gevaarlijk werden. Omdat we het midden goed sloten en dan moesten ze steeds via de zijkanten voorzetten. Zaten de centrale verdedigers, wonnen veel duels. Dus ja, dat kenmerkt misschien ook wel de daadkracht van het team en gewoon het teamspirit. Volgens mij gaat dit een heel mooi seizoen worden. Het zou zomaar kunnen. Willemson, next to me. I just asked you, do you have lessons in the Dutch language? Is it difficult, Dutch? Yeah, it's a little bit difficult, but I'm learning a little bit, so I can understand now a bit, so that's good. And hopefully with time I will understand it better. Okay. Let's get back to the game. This is your first IJssel derby. What is your experience? Yeah, it was really fun. It's always nice to play when the crowd of the both teams are heated and the atmosphere is great. So yeah, it was a really nice experience. But when the referee for the first time whistles, do you experience something from the people? Yeah, I mean it's loud. It's you can feel the tension in the air. So yeah. But it's more fun to play like this. You know, I think everyone wants to play these games. So yeah, it was really enjoyable. The first half you were a little bit invincible until that one moment. Take me back to that one moment. The goal, you mean? Yeah. Yeah, I mean, I get the ball from Jakob and I just started dribble and score a great goal. But unfortunately, they don't know how offside works. So, no, I've seen it again and I saw, if it's offside, it's offside, great. But I saw it again and it's not offside. No, it's not offside. I've seen it again and they're on the same line. Even Jakob is not in the offside, so... For me, it's just probably referees who never played football, so they don't understand it. Yeah. They want to be in the headlines. Now you're not in the headlines. Yeah, I don't know. I guess they need to. Maybe they need to change the referees in the war room. I don't know. But after the break in the game, after 2 minutes already a red card. That must be a disaster for the team, but you handled it quite well as a team. Yeah, of course, it's always difficult when you're one man down, and Jamal also is a strong player for us, so yeah, it was not good to lose him off the pitch, but I think maybe first 5 minutes were a little bit intense and they scored the goal, but I think after that we did really well. We worked for each other, and I think it just showed how far we have come as a team together. Yeah, so strong and hardworking. Yeah, we ran a lot and we defended the goal well. The three, or the whole back five, they did a great job defending the box. And we ran a lot, so it was a good team performance in the end. Yeah, because really good chances they didn't have them. No, they just played a lot of crosses. It's normal because we stay back. So, but I think we dealt with it well. So, yeah, it was good. Maybe there was something more than just that 1-1.
Yeah, I mean, we also got some counterattacks, and yeah, we scored from one. So yeah, with a little bit of luck, and we could have won the game. But yeah, 1-1, it's okay from the. Yeah, from the is Iceland international is satisfied with 1-1? No, before the game, of course, we wanted the 3 points. But yeah. I mean, when you're one man down and 1-0 behind, you of course 1-1. Given the circumstances, it's a decent result. But of course, before the game, we wanted 3 points. But we take the 1 point. Are you gonna dream of that goal tonight? I will probably watch it a few times. But I mean, it didn't count in the end, so it's nothing. I'm sorry for that one. Yeah. Can I congratulate you for that 1 point? Yeah, I mean, we're happy. I mean, consider the circumstances, but still 1 point. We wanted more, so. Lee Edvardsen. Yeah. You played a fabulous game. Thank you. But let's go at first to the start of the game. This was your first ISIL derby. A lot of tension for the crowd yesterday with the training. What does it do with Olli Edvardsen? Yeah, this is my maybe first ever derby. So yeah, maybe like this one, never like this big. So yeah, of course it gets you thinking a little bit, but you give it a lot of energy, and maybe get some nerves in the start, but then you get more into the game, and then I feel more comfortable. Yeah, I saw that with the whole team, that the first 15 minutes, it was searching for each other. It was not working that well. No, it was not the best start. So we were a little bit, I don't know, what was the problem. Tension, that's what it does, yeah. Yeah, maybe a little bit high shoulders, I don't know. Yeah. But in the end, I think we maybe played better with the 10 men almost. Yeah, we created more chances. So, and I had some other also big chances, so I could score more, but in the end, it's one goal, so... Because the first really big opportunity you got in the second half, halfway the second half, I think, but the ball was bouncing just before you, that was a pity. I need to hit it a little bit before, and then it goes over, so, And then also another one with a chest and then a head, but I miss, and then the third one. Just before that third option where you scored, you were also just in front of your man. Was a smart action also. Yeah, maybe again penalty if he kicked me. Yeah. But nevertheless, the ball came back. You saw it was Edward Lindhorst who played the ball really good to Bas. And then a really good from cross from Bas also, just put it on my head and I just... You sprinted just before your defender. Smart action. Thanks. There's the smile. That is what I wanted to see. Yeah, very good. Then you scored a goal, and what happens to Olli Edvardsen? I get happy, of course. Happy and give the team a lot of more energy, I think. So we keep fighting the whole game and it was... It was a good fight. Huh? It was a good fight because they didn't get that much of a chance. No, we had they get some crosses, but we have big good headers in the back. We keep them away, and they only give some crosses. That's it, and I think it was good. 1-1 is satisfying for you? Yes, when you look at the circumstances in the end, then it's okay. But of course, you want to win, but it's difficult with one man less and 1-0 down also. So and we come back, so. Yeah, it's okay. Yeah. You scored in the ISIL derby, then you're gonna be in the big books with the fans. You think so? Yeah, I think so. with Philip? Yeah, you saw his goal. I saw his goal last minute last year. I thought it was good, Yeah, but he did it with his left leg. Yeah, left. Normally he doesn't use it. No, it was crazy goal. And your header? Do you normally use your head also? In front of the goal? In front not of your goal. Strongest point. No, maybe not, but I keep improving. So if my ball is on the head, I can. So just close your eyes and try to. Close your eyes? I'm just kidding. Congrats on that one. Thanks. Vooraan bij elke sportwedstrijd in de regio. Salland Sport.